Welkom bij een nieuwe aflevering van Vakjaak, de podcast. Ik ben Ruben van der Kruis en we gaan het vandaag hebben over spuiten. Mijn tafelgasten zijn vandaag Nout in de Cloud. Goedemorgen. En Alex Taub. Hoi, hoi. We hebben een bomvolle show, dus we klappen er gelijk in met... Spuiten of rollen? Alex. Ja. Spuiten of rollen? Spuiten. Lak spuiten of muurverf spuiten? Lak spuiten. Alles één kleur of lekker meer kleurtjes? Ik vind tegenwoordig alles één kleur wel heel mooi. Ja, behalve wit dan, maar echt gewoon Je een hele ruimte mooie grijs of zo. Ja, dat vind ik wel heel vet. Braaf het broodrommeltje of naar de vettent? Vettent. Ja? 538 of Q Music? 538. Goed zo, daar waren we. Hey, we gaan gelijk beginnen, want we gaan echt lekker kletsen over spuiten en alle tips en tricks. Nou Alex, welkom. Je hebt een eigen schilderbedrijf. Alles schilderen. Correct. Je zit gevestigd in Alkmaar. Ja. En vertel eens, hoe ziet jouw bedrijf eruit? Hoe is het groot? Is het... Nee, we zijn een ik weet niet of het klein is, maar we lopen altijd met een mannetje tussen de 10 en 15. We zitten in Alkmaar, we doen heel divers. Daarom ook de naam Alles Schilderen. Allesschilderen.nl is ooit ontstaan, zodat mensen vroegen, wat doe je allemaal? En er was een jongen die bij ons toen werkte en die zei, Alex, jij neemt alles op en je zegt, ja, we doen alles. Mm-hmm. Dus toen is die naam ook ontstaan en... Ja, dat vinden wij heel erg leuk. Dus als we het niet kunnen, dan gaan we kijken hoe we het wel kunnen gaan doen. Maar je hebt het over wij. Dus jij doet het ook samen met een compagnon? Ja, ik heb een compagnon, Marco. Ja? En dan een groep vaste mensen erbij. Oké. En was jij al vroeger als kleine Alex, droomde jij er al van je eigen schilderbedrijf? Of erin gerold? Daar was ik absoluut niet mee bezig. Ja? Ik kon vrij goed leren op school. Dus ja. Dat was mij eigenlijk een pad van studeren en dat soort dingen lag voor mij. Maar ik was avontuurlijk, dus ik wilde gaan reizen. Dus ik heb heel veel gereisd. En eigenlijk om dat reizen te bekostigen, ben ik gaan klussen en gaan schilderen. En zonder enige vorm van kennis ben ik ooit begonnen met schilderen. En op een gegeven moment dacht ik, ik vind dit echt superleuk. Ik wil gewoon met mijn handen werken. Mm-hmm. En toen ben ik met een hele goede schilder ben ik samen gaan werken. Ja. Want ik kreeg wel heel veel werk, gek genoeg. Maar ik kon het eigenlijk nog niet goed uitvoeren. Mm-hmm. Toen heeft hij mij dat vak helemaal geleerd. Oké. En ook met heel veel... ben heel veel naar de groothandels gegaan. Om daar toch ook bij Sigma en bij andere groothandels gevraagd van hoe doe ik dit, hoe doe ik dat? Schuurcursussen, al dat soort dingen. En daardoor ook mijn kennis vergroot. En zo. En, want... we hebben vandaag over spuiten. Ja. Jij spuit ook echt veel. Hè? Wat is een beetje zo de verhouding in jullie bedrijf spuiten en gewoon kwasten? Ik denk wel 80% spuiten. Dus echt behoorlijk veel. Hoe is dat bij jou, Ruben? Bij mij is dat in het begin, toen ik voor mezelf begon, ben ik gaan spuiten. Omdat ik gewoon, ik wou grote plafonds en zo. Ja, anders was dat gewoon niet mogelijk. Dus toen spoot ik eigenlijk 50-50. Maar nou, tegenwoordig is bij mij is het eigenlijk wat teruggegaan. Omdat ik echt authentieke schilders in dienst heb. En niet specifiek spuiters. Dus voor mij zal het denk ik net andersom liggen. Ik denk dat bij mij 20-80 is, zeg maar. Denk voor veel schildersbedrijven ook. Hoor. Ja. Maar en hoe heb jij die switch gemaakt naar spuiten? Ik ben altijd op zoek naar dingen hoe het efficiënter kan en, en sneller en eventueel mooier. Maar, dus al die drie aspecten. En ja, met spuiten ben je sneller. Ik vind het mooier. Mm-hmm. En je hebt minder schilders nodig. Dus je hebt voor dat buitenwerk vind ik dat je echt, als je mooi buitenwerk wil maken, moet je echt een goede schilder met heel veel vakkennis. En een spuiter heb je heel veel. Nou, het voorwerk. En daar heb je niet hele goede schilders voor nodig. Dus een goede spuiter voor nodig. Ja, want met spuitwerk dan, hè, dus normaal gesproken is het, kun je ook vergelijken. Eigenlijk hetzelfde, ook 80-20 noem ik het altijd. Hè. 80% is preparation en 20% ben je echt daadwerkelijk aan spuiten. Dus als jij inderdaad, als bij mij heel veel buitenwerkers staan en ik kom op een gegeven moment handjes tekort, is het voor mij heel lastig om een goede schilder, zeg maar, te vinden. Maar als jij iemand zoekt voor die preparation erbij. He, die kun je bij wijze van spreken op een aan de hangtafel op een verjaardag kun je zeggen van God, heeft iemand toevallig een beetje tijd, want zie ik dat fout?
Zeker, zeker. Zo zou het kunnen. Nou, volgens mij hebben we voor de uitzending al een beetje over gehad. Ik heb een keer zo'n klus gehad dat ik ja zei op een opdrachtgever, omdat ik nog god nog niet wist hoe ik het uit ging voeren. En dat was recht toe, recht aan, hoor. Dus dat was niet een villa of zo, maar een bedrijfspand. En toen heb ik 10 studenten voor me laten afplakken en laten schuren. En dan 1 of 2 schilders het nalopen controleren, het spuitwerk gedaan. En daarna konden de studenten het weer opruimen. Dus dat kan zeker. En dat is echt wel een voordeel. Hey, en we hebben elkaar natuurlijk van tevoren even gesproken. Je hebt het er ook over van, je hebt niet iedereen vast in dienst. Hè? Je hebt een aantal ZZP'ers waar je mee samenwerkt. Maar je hebt wel eigen bussen. Ja. Toch? En die bus heb je speciaal ingericht, zou je. Ja, ja. Vertel daar eens iets over. Nou, wat ook efficiëntie, zeg maar. Dus wat ik heel vaak merk is dat je... Nou, je hebt zoveel spulletjes nodig. Je denkt, je bent een schilder, je hebt een spuitje en een kwastje. Mm-hmm. Maar je hebt heel veel spulletjes nodig. Filtertjes, een krabbertje, een primertje. Verschillende rolletjes tape. Dus wij hebben al die bussen identiek ingericht. Dat je eigenlijk voor elke klus altijd al je spullen mee hebt. Dus dat je niet dat rondje naar de groothandel. Want hoe meer mensen je hebt... Het is natuurlijk heel inefficiënt. Oh, ik ga even naar de groothandel om een filtertje te halen. Ja. Half uurtje daar, half uurtje daar. Dus waar ging dat op een gegeven moment... En vooral omdat je veel spuitwerk maakt. Ja, je kan... dat is de verkeerde zuinigheid, hè. Gooi weet ik hoeveel filtertjes in die bus. Want ik bedoel, als je naar de groothandel moet rijden, het kost tijd. Maar het kost ook brandstof en je bent ook niet duurzaam bezig natuurlijk, hè. Juist. En... Met spuiten, je blijft je eigen ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk het leuke van spuiten, maar ook van schilderen in het algemeen. Mm-hmm. En wij zijn hartstikke creatieve wezentjes, zeg maar. Ja. Dus je komt iets tegen en je gaat daar een oplossing voor zoeken. Ja. En ik denk dat voor heel veel mensen het spuiten nog steeds een beetje een grijs vlak is. Hè? Mm-hmm. Waarom spuiten we niet meer en zo? Maar dat is heel erg vaak dat je niet weet hoe je het moet doen. En ik denk ook echt dat je het in de praktijk allemaal moet leren. Mm-hmm. Zijn er dingen waar jij eens ooit tegenaan bent gelopen? Vertel eens iets over jouw werkwijze. Als jij begint, want er zijn heel veel luisteraars die wat meer willen spuiten. En ik denk dat het heel erg interessant is om die even een extra tip te geven. Nee, je kunt het hebben over het lakspuiten, of het houtspuiten. Mm-hmm. Ik denk dat er best wel veel latex al gespoten wordt. Dus plafonnetjes en eventueel ook wanden. Mm-hmm. Maar dat houtwerk nog steeds een beetje ondergeschoven kindje is. Mm-hmm. Ja, ik denk nog steeds, plakken gaat sneller dan met de hand. Dus het enige wat je extra doet... Nou, als je gewoon houtwerk gaat spuiten, plak je sowieso de vloer af. Maar dat doe je ook met rollen. Dus het is een paar tapejes extra eigenlijk. En dan kan je aan de gang. Ja. Want even voor mijn beeldvorming, ik ben een beetje leek natuurlijk. Ja. Wat is dan het verschil tussen lak spuiten of latex spuiten? Lak spuiten en latex spuiten. Nou, heel vaak lak gaat natuurlijk op de kozijnen. En latex gaat op de wanden en op de plafonds, dus op de gestuukte ondergronden. Mm-hmm. En dat heeft ook vaak een zijdeglans of een matte uitstraling. En de wanden zijn eigenlijk altijd wel mat. De viscositeit van de producten die is ook anders. Hè? De spuitlak, de Nova Spray bijvoorbeeld, een lekker loppig product die je met 150 mu op houtwerk kunt spuiten. Terwijl een muurverf weer een heel ander product is, waar je ook weer met andere tips gaat spuiten. Oké. Lak, daar spuit je inderdaad met een low pressure tip of een FFLP tip. En dat is vaak met kleinere, een 2-10, een 3-10, een 4-10. De 4 of 3 of 2-10 heeft te maken dat cijfer. Bijvoorbeeld met een 4-10, de 4 is de breedte van jouw spuitbeeld. En die 10 is de grootte van het gat waar het verf doorheen gaat. Dus de hoeveelheid verf. En dat is met lak is het altijd kleiner. Terwijl met latex heb je bijvoorbeeld de doorgaanse maat is een 5-17 volgens mij. En dan breng je veel meer materiaal aan. Ja. Ja? Dan kun je ook gewoon sneller. Kijk, zo'n plafond kun je grote, brede banen maken. En op een kozijntje of een deur. Maar wil je dat genuanceerder doen. Dus eigenlijk spuitwerk is een vak apart. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen denken dat het echt moeilijk is, dat spuiten. En dat valt echt reuze mee. Het is alleen, je moet met een paar dingen rekening houden. Maar echt na een paar... Ik denk dat je veel makkelijker iemand kan leren spuiten dan iemand kan leren buiten schilderen. Dat is echt... Ja, want ik had er ook een artikeltje bij gevonden. Ik was eens even gaan zoeken online. En daar kom je niet heel veel tegen over echt applicatie van waar moet ik nou op letten. Ik had wel vanuit IJsma een mooi artikel gevonden... En daarin werd mij ook gelijk wel duidelijk dat je echt op heel veel dingen moet letten. Hè? Want je zit bijvoorbeeld, we willen met verplichte overhang op water gedragen verven. We willen steeds vaker gaan spuiten.
Maar vervolgens komt de rest van het artikel en dan kom je dingen tegen zoals een trage droging, het wordt te lage temperaturen of juist de hoge temperatuur, de verf is niet warm genoeg, te veel laagdikte. Dat is een hele waslijst aan dingen waar je op moet letten. Ja. Dus het is wel, denk ik, goed dat we het hier even bespreken van de welis en de nietes. Ja, dat klinkt een beetje spannender dan het is. Ja. Dit zijn een aantal tips waar je dus achter komt. Wij hebben ook heel veel fouten gemaakt in het begin. En nog steeds word ik er steeds beter in, zeg maar. Maar wat wij vinden met spuiten, helemaal als je veel lak in een ruimte aanbrengt, is luchtcirculatie. Dus ik heb vaak vennetjes die ik overal in het huis of in het pand, in het bedrijfspand zet of in de kantoorpanden. In kantoorpanden is wat groter, dus heb je daar minder last van. Maar als ventertjes, dat doe je ventilatoren. Ventilatoren, luisteraartjes. En bijvoorbeeld van die airbo-dingen, dat je... En er zijn ook sommige luisteraars weten ook niet wat een airbo is. Maar een airbo, dat is ook een soort ventilator, of in ieder geval die zuigt de nevel op in de ruimte. Ja. Dat je de lucht gefilterd is, maar die geeft ook warmte af, toch? Nee, die geeft geen warmte af. Oh, en is die andere? Hoe heet die andere? Met die slurf? Ja, die geeft toch ook geen warmte af? Nee, volgens mij niet. Nee? Okay. En wij hebben van die slurven, die gele slurf. Ja. En die zuivert wel de lucht, zeg maar. Dus die trekt het stof eruit en die voert dat af. Okay. Dus je hebt ook niet dat je hele ruimte vol met stof hangt. Ja? Dat is ook lekker. Nou, het is mop en zoek. Ik ben hem even op een zoek. Nou, het zit gewoon in de cloud. Nou, het in de cloud. Dus dat soort dingen. En warmte ook. Hè? Dus als het we hebben wel eens aluminium kozijnen moeten spuiten. Ja. En echt 400 of zo. En nou, heel enthousiast begonnen we. Het was buiten koud en binnen warm. En nou, we hadden er eens 10 gedaan en we gingen kijken. En dat ging allemaal zakken. Mm-hmm. En dat kwam dus natuurlijk omdat ze te koud waren. En toen ook even naar Nico Bolten van Sigma gegaan. Ja, ja. Hoe kunnen we dit oplossen? Tada. Infrarood. Ja. Dus met infrarood. Ik reed met een kar, maakte die kozijnen warm en mijn compagnon erachteraan spuiten. En we maakten zo dat rondje. Ja. En dat ging helemaal geweldig. Ja, maar dat werkt goed. Hè. En die infrarood, wij gebruiken ook als bij een voordeur. Als je bij wijze van spreken met deze temperaturen nog een voordeur moet doen. Hè, en het is maar net boven nul. Kijk, die allure die kun je gebruiken vanaf 0 graden. Maar dan is je wat taaier. Je zet gewoon die infraroodlamp op. En het kan in principe gewoon. Hè. Ik heb het vaak daar ook nog een voordeurtje mee gedaan in de winter. Ja. Superleuk. Nee, maar dat is inderdaad belangrijk, infrarood. Maar ook als je aan het spuiten bent inderdaad. En je springt echt serieus laagdikte op de muur of op een plafond, als je zo'n ventilator er langs af laat, dus dat je luchtcirculatie krijgt, zet een raampje of iets dergelijks open, dan gaat die verf gaat drogen. Ja. Anders, als die te lang doet over zijn droging, dan gaat die zakken. Ja. Ik heb het even opgezocht voor de goede orde. Ja. Het is inderdaad niet verwarmd. Nee. Okay. Puur luchtcirculatie. Ja. Oké. Okay. Ja, en dat is natuurlijk inderdaad heel erg belangrijk. Dat zijn hele kleine dingetjes. Ja. En echt hoor, het is niet dat wij... vorige week was ik een van de jongens die... een hele ruimte helemaal gespoten, alleen maar houtwerk. Mm-hmm. Nou, vergeten ventilatoren aan te zetten. Ja. Nou, we kwamen de volgende dag. Ruipsteengoedje. Ja. Dus dan kan je weer gaan schuren. Ja, goed. Ja. En wat ook heel erg belangrijk is, waar ik altijd ook tegen mijn werknemers en zo zeg, en ook tegen andere schilderspuiters, zorg dat je product een dag van tevoren al op de plek staat. Ja, dat hij niet koud uit de bus komt. Ja, precies. Niet koud uit de bus. Want ik bedoel, de werkplek moet een goede temperatuur zijn. Maar die materialen moeten ook een goede temperatuur zijn. Hè? Als jij gewoon zorgt dat dat de conditie van je pomp en van je verf altijd dezelfde is, dan heb je altijd hetzelfde resultaat. Hè? Ja. Maar anders heb je bijvoorbeeld je product dus in één keer 5 graden kouder. En die doe je in je pomp. En je bent gewend om met een bepaalde druk op je pomp te spuiten met een bepaalde tip. En als dat product 5 graden kouder is, dan heb je een heel ander spuitbeeld. En dan moet je weer die pomp gaan fine-tunen. Ja. Ik zag het ook op je Instagram. Zat er gezellig met de gordel om voorin in de verwarming. Ja, maar grote jongens mogen voorin zitten. Ja. Je hebt niet gezien wat er een half uur later gebeurde, hè, toen hij hard moest remmen. Hij had zijn gordel om. De bescherming voor de bescherming. Ja, ja, ja. Toch? Ja. Ja. Hey, en dan jouw werkwijze dan bijvoorbeeld. Hè? Jij komt met je bus aanrijden en je hebt je producten al binnen staan, je pomp staat binnen. Ja. Misschien kun je het aan de luisteraars vertellen. Hoe ga je dan te werk? Ga je eerst schuren of gewoon stap voor stap? Want er zijn luisteraars die echt niet weten hoe of wat. Ik begin altijd met afdekken. Okay. Dus vloertje eerst,
Soms ligt er al in villa's, zeggen we ook altijd van, maak het helemaal af. Mm-hmm. En daarna komen wij. Want anders zijn er allemaal dingen die nog weer kunnen beschadigen. Maar ook kantoorpanden, alles eerst afdekken. Alles helemaal voorbereiden. Mm-hmm. En daarna gaan we schuren en repareren. Ja. En dan begint het verfproces. En de schuren, dat doe je gewoon met een lang nek, neem ik aan, hè? Ja, als ik wanden doe, ja, doe ik met zo'n Mirka of met een Flex. Ja. En het houtwerk, ik heb graag Vestool en Mirka. Mm-hmm. Dus excentrische voor deuren. Mm-hmm. Nou, eigenlijk wat jij doet met de mirror finish voor buiten. Maar dat doen wij binnen ook. Het gaat gewoon snel en het werkt goed. Ja, maar mij gaat het eventjes over de minerale ondergronden. Dus de wanden, minerale de wanden en de plafonds. Die schuur je met een lang nek. Welke korrel pak je normaal gesproken? Ik heb heel veel korrels in mijn kisten liggen. Mm-hmm. Dus ja, vaak is 2,40 al genoeg. Ja, wij gebruiken meestal 2,40. Ja, ja. Als je 3,20 gebruikt, dan polijs je eigenlijk de ondergrond dicht. Ja. Maar dat is ook zo. Want heel veel collega-schilders die zeggen van... ja, maar dat schuren, daar moeten de stukken door doen. Hè? Want ik heb een slechte stukken door gehad. Er zit allemaal vegen zitten erop op de dingen. Ja. Maar het is niet alleen maar de gladheid van de ondergrond. Hè? Wij schuren ook omdat... het goed is voor de hechting. Hè. Ook heb je een stukje door die het heel mooi dichtgepleisterd heeft... Dan moet je juist net schuren om een goede hechting te krijgen. Ja. Ja, en dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja, en dat is ook weer zoiets. Wij hebben ooit die Flex gekocht, ik denk al 8 jaar geleden... voor projecten in Duitsland op de standbouw. Nou, dan moest je heel snel heel veel schuren. En wij gebruikten hem daarvoor helemaal niet voor wanden. We gingen begonnen gewoon. Ja. Maar tegenwoordig denk je, we halen er even overheen. Het is ook niet. Het gaat supersnel. Helemaal als je een beetje bedreven bent met dat apparaat. Voorheen zei je van de stukwerk, die verkoopt glad stukwerk. Ja. Dus het moet ook gewoon spuitklaar eigenlijk opgeleverd worden. Ja. Maar er waren op een gegeven moment zoveel stukken door die daar niet meer deden. Mm-hmm. Dus dan heb ik op een gegeven moment ook gezegd bij mij gewoon van ja, weet je wat, ik tel voor het gewoon het schuren van de wanden en het plafond standaard in mijn offerte. Want dan bepaal ik zelf de ondergrond die ik moet. En anders ben je altijd aan steggelen. Hè? Dan heb je je spullen uitgeladen, je komt op dat project en je wil aan de gang. Maar ja, je accepteert schuurwerk niet. Of het stukwerk niet. Nee. Ja, wat dan? Hè? Dan moet je alles weer inladen en dan moet je naar de volgende. Ja, dat kost geld. Dan kun je veel beter gewoon even met die Flex even rondrennen. Ja. En dan is het zo gepiept. Hè? En dan... Dus je hebt geschuurd? Ik heb geschuurd. Ja. Nou, dat ook door schade en schande. Op een gegeven moment dacht je, ik heb geschuurd. Ik stof er de boel af en ik ga spuiten. Nou, wat je heel vaak ziet, is plafond een andere kleur dan de wanden. Hoe stof je de wand af? Met de grote bezem vaak. Ik heb zo'n zachte bezem. Maar wat ik ook doe, is altijd de naden doe ik met een natte spons. Mm-hmm. Haal ik stof daarvan af. En daarna gaan we de naden, die primer ik altijd met zo'n fix. Mm-hmm. En daarna primer ik alles op kleur met een... En die naden, doe je die met een kwastje? Nee, met een klein rollertje. Met een klein rollertje? Klein rollertje, chop, chop. Ja, ja. Dus twee kanten, plafond en wand. Ja. Ja, daarna kan je hem kitten. Ja, want dit is ook wel een tip voor zelf de spuiters misschien wel. Die voorstrijk, die is ook gewoon te verspuiten. Ja, die transparante voorstrijk. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Kijk, heel veel mensen doen inderdaad met een penseeltje, doen ze die hoekjes en zo. Maar we hebben een tijdje geleden... ben ik eens gaan experimenteren met die transparante fix. Ja. Ja, dat scheelt echt enorm veel tijd. Ja. Duw er een laktipje in. Ja. Of in ieder geval een tipje met een kleinere opening. Een 5-14 bijvoorbeeld. Pak je fix. Verdunnen met 1/3 fix, 2/3 water. Zet de pomp om de nabij 75 bar. En je spuit zo door alle hoeken. Ja, het is echt gewoon een moneymaker. Nou, kijk, jongens. Moneymaker, deze tip. Weer wat geleerd. Kijk, dat is geweldig. Want dat werkt echt. En helemaal als je daarna dus... verschillende, hè, als je het aftapet om strakke lijnen te krijgen. Mm-hmm. Dat je niet... What the f***, Sjaak? Zijn er wel eens op jouw werkvloer dingen geweest wat je denkt bij je van god, dat waren wel hele erg gekke... Ja, van alles. Ja? Ik was er even over aan nadenken wat je leuke dingen. We hebben een keer iets heel leuks, tenminste dat hadden we zelf georganiseerd. Dat was wat ik vertelde met die studenten. Mm-hmm. Dat pand zat aan een groot kanaal. En dus toen hadden we... Mijn compagnon had nog wat weekbords liggen. Dus die hadden we achter de schildersbus gehangen. En toen hebben we al die jongens door het kanaal getrokken. Ja? Dus dat was één grote dolle pret. Dus er 10 schilders in een sloot. En de mensen zaten te kijken, wat gebeurt hier? Ja.
Dus dat was heel, heel grappig. Wat minder was een keer dat we de klus afgerond hadden. Echt de allerlaatste dag PD. Mm-hmm. En een jongen laat van boven een pot synthetische verf naar beneden vallen. En ik zie het zo gaan en ik kijk, nee. Welke kleur? Op het hoofd van wit. Wit, oké. Okay. Maar ik denk 9001, maar een lichte kleur. Ja, ja. Over het hoofd van de klant, bankdirecteur in het pak. Echt waar? Dus wij stonden met z'n tweeën, stonden we met terpentine, stonden we die man, zijn haar. En heb je toen niet naar boven gekeken en klote mus hier altijd? Nee? Zo snel was ik toen niet. Okay. Dus ja, maar ja, dat was. Hij ging er goed mee om, maar wij dachten echt, oh nee, wat gebeurt er? Okay. Ja. Ja, voor de rest, ja, je weet het. Ja. Ja. Dat is bijna iets wat de plintenladder, al dat soort gekke dingen. Dat is bijna iets wat je in een cartoon zou zien, die emmer zo valt. Dit was nog voor de Instagram-tijd, anders dan had ik even gefilmd. Ja, je was firewall gegaan, dat weet ik zeker. We gaan terug naar de werkplek. Ja. Dus we hebben de voorstrijk, de naden hebben voorgestreken. Ja. En dat is gewoon puur voor een goede vernetting van de verf. Hè? Want in de hoeken, daar gaan we afplakken eventueel, als we met meerdere kleuren gaan, gaan schilderen. En dan wil je gewoon een goede hechting hebben. Ja. Dus je hebt ze voorgestreken en dan? Ja, dan dus op kleur primeren. Mm-hmm. Dus ik gebruik vaak de glinnende Tex primer of de van Sigma, heb je dezelfde. Mm-hmm. En daarna, dus die doen we in kleur en daarna spuiten we hem af. Oké, okay. Ja, top. En dan ja, ik kijk zo en ik zie, daarom bedenk ik in één keer, ik zie daar het stopcontactje. Ja? Die halen we er altijd af, ja? Zeg maar. Maar vroeger tapeten we die af. Mm-hmm. Ja, dat ging ook weer. Hoe kan dat efficiënter? Ja? Dat vond ik ook weer in de groothandel van die clickcaps. Okay. Dus nu heb ik grote trommels met clickcaps. Klik, 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 klik. Leg het even uit, want ik weet wat het is. Ik niet. Maar de luisteraar en Nout. Nee, ik weet het niet. Nou, het is een plastic kapje met magneetjes. Ja? Die klik je erop en dan is het stopcontact afgedekt. En dan kan er geen verf in komen. Top. En anders sta je te tapen en dan moet je toch hem goed netjes afsnijden, dat je niet een stukje mist met verf. Oké. Okay. Ja. Ik heb het laatst thuis zelf eens geschilderd. Ik kan het ook niet zo goed, maar ik had precies dat inderdaad. Ja. Het was best goed gelukt, behalve bij de stopcontactjes. Ja. Nee, maar dat is ideaal. Wij gebruiken ze namelijk zelf ook. Er zijn inderdaad die plastic dingetjes en het binnenwerk van de stopcontact is ijzer. Dus je zet ze erop, pap. En je gaat naar de volgende ruimte en je pakt ze weer af. Ja. En die klikcollecties zijn echt mega. Maar goed, we hebben denk ik nou 7 keer vernoemd. Dus ik denk dat we allebei wel een setje van Kliklex lijkt me wel. Lijkt me logisch. Ja. Waar ik ook al een ding vind, als je dan gespoten hebt, hè, wanneer hou jij je afplakmateriaal eraf? Zo snel mogelijk. Ja. 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 Ja, toch echt ook de tape-industrie. Ik heb toch vaak, als het wat langer laat zitten, dat de tape gaat scheuren of je trekt toch nog een beetje verf naar boven eraf. Dus ja, ik doe toch het liefst zo snel mogelijk. Ja, ja. Ja, dat is ook zo. Hè? Want als je spuit heel veel laagdikte. Dus als je veel laagdikte op je tape hebt zitten en het begint op een te drogen. Ja, dan krijg je zo'n grote verffilm op jouw tape zitten. Dat je gewoon, dat schiet gewoon niet op. Hè? Nee. Dat is, Want wat gebeurt er dan? Trek je dan een stuk van de laag mee af? Of? Ja, dat kan. Maar die muurverf wordt ook dermate hard. Dat je tape constant inscheurt. Ja, dat is niks irritant. Dat je urenlang zeg maar allemaal dat randje eraf moet halen. Ja. Dat is gewoon vervelend. Ja. Toch? Ja. Nou, muren, plafonds. Waarbij bijvoorbeeld ook, hoe werk jij altijd? Werk je van boven naar beneden, van links naar rechts, met muurverven? Met muurverf. Nou ja, ik doe eigenlijk altijd, ook door schade en schande. Vroeger dacht je, ik pak gewoon het plafond als eerst. Ja. Logisch. Ja. En dan ben je daar klaar. Dan ga je. Maar wat we dan merkten was dat die spuitnevel van het plafond, met latex dan, op de muur kwam. En dan krijg je een soort hele, een ruwe... Schuurpapier, hè? Schuurpapier. Ja. Heb je alles geschuurd? Ja. Alles glad? Ja. En dan ga je het weer zelf creëren? Nee, dus eerst wanden doe ik altijd. Of rollen of spuiten. Hangt er ook vanaf, weet je. Of soms rol ik het als met heel veel kinderen in huis, zeg ik altijd. Ja, dan kun je een kan je makkelijker bijwerken. Want een gespoten wand, bijwerken, Nou, je hebt gewoon natuurlijk verschillende muurverven. Mm-hmm. En het is gewoon algemeen bekend dat de muurverven met veel bindmiddel wat lastiger te verspuiten zijn. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ze niet verspuitbaar zijn, maar lastiger. Ja. En die zijn vaak ook wat makkelijker te rollen. Dus inderdaad, als je kinderen, een huis met kinderen, jong gezin, een hond, weet ik veel. Ja, dan heb je toch heel erg vlug dat je bijvoorbeeld een clean latex gebruikt of zo. En dat is ook wel best wel prettig om te rollen. En ik vind ook dat je niet elk stukwerk is het waard om gespoten te worden.
Nee. Ik vind vaak als de stukwerk een 8 is, dan kunnen we met spuitwerk kunnen we echt gewoon een 10 maken. Maar is het stukwerk maar een 6,5, dan wordt het met spuiten wordt gewoon een 4,5. Ja. Dus dat is gewoon... Beter een beetje die structuur. Ik heb het ook gewoon op mijn site gezet. Van God, de ondergrond bepaalt of dat we gaan spuiten, ja of nee. Ja. Dus eigenlijk met spuiten is strakker en als de ondergrond slechter dus is, zie je alles. Ja, precies. En je zet dermate veel laagdikte op. En dan gaat op een gegeven moment die verf gaat vloeien. Ja. En die trekt helemaal strak. En dan ga je eigenlijk oneffen juist accentueren. Ja, precies. Ja. Ja, dus als je inderdaad een lange wand hebt, die is niet mooi gestuukt. Ja, dan ga je inderdaad alleen maar zien. Terwijl je met een roller, dan breng je een heel klein structuurlaagje op. En dat verbloemt weer het een en ander. Huh? Dus, Okay. Ja, dus nog even terug te komen op je vraag. Eerst wanden, dan plak ik de wanden af met een plastic naar beneden. En daarna spuit ik de plafonds. Heb je een mooie strakke lijn. En plak jij hem ook altijd net onder het lijntje of precies in het hoekje? Nou, dat hangt er vanaf hoe strak het stukwerk is. Maar wat ik eigenlijk nog doe, dat is eigenlijk nog wel een goeie. Dat is ook, volgens mij zie je dit ook bij heel vaak bij de do-it-zelf tips. Ja. Als je hem tapet en je doet daarna met een kwastje even het randje van bijvoorbeeld een groene wand. Ja, ja. Je tapet hem, daarna doe je even een groen randje bovenaan, dat het echt geen verf in kan druipen. Ja. En daar, dat is 1 seconde werk. En daarna spuit je hem af, dan heb je echt een ramstrakke lijn. Vaktechnisch heet dit retourschilderen. Retourschilderen. Wist ik niet, maar klinkt goed. Je hebt NK schilderen, dat doe ik jureren. En daar moet je ook altijd retour schilderen. Ja. Nee, okay. Maar dan inderdaad, dan plak je een klein stukje uit de hoek. Ja. En dan heb je een strakke lijn. Want het is inderdaad, als je precies in de hoek plakt, dan heb je gewoon de kans dat die zo het randje... Dat wil je niet hebben. Nee. Terwijl ik juist net, als het andersom is, als je dus gaat rollen, dan doe je eerst het plafond en dan de wanden. Juist. En dan plak ik hem eigenlijk al net een millimetertje zeg maar op het plafond. En dan heb je jouw kijkhoek, maar dan gaat het spuiten, gaat het natuurlijk niet. Nee. Dus, lakspuiten. Lakspuiten. Ja, want dat is voor heel veel nog een dingetje, hè? Ja, ja goed. En daar hebben wij op een gegeven moment ook door te experimenteren. Ik denk dat heel veel mensen denken, lakspuiten moet ik heel veel plakken. Ja. Maar heel vaak, als je bij mensen thuis, als je het over de particuliere sector hebt, kijk, kantoorpanden, heb je geen last van mensen, maar is dat je... Als je houtwerk gaat doen, doe je eigenlijk 9 van de 10 keer ook de wanden. Ja. Dus wat wij dan doen, is wij spuiten eerst het houtwerk. Mm-hmm. En dan spuiten wij de deuren en kozijnen. Maar dan spuit ik iets over de kozijnen heen. Dan spuit ik iets op de wand. Mm-hmm. En dat scheelt natuurlijk heel veel plakwerk. Ja. En daarna schuur ik dat oversprayen een beetje weg. En daarna plak ik het houtwerk. En daarna gaan we... Want dat vergeten dus heel veel collega's. Die spuiten dan ook op de muren met lak. En dan krijg je naderhand te horen van... Hey, maar mijn muurverf schift. Uh-huh. Ja? Maar dat is gewoon puur, als je het daarna niet schuurt of niet matteert, dan gaat jouw verf gaat schiften. Dus als je gewoon zo, het kan dus inderdaad gewoon wel, maar je schuurt even die laklaag op de muur en dan kun je gewoon doorgaan. Ja? Dus dat scheelt heel veel tijd. Helemaal, weer een tip. Jeugd. Wat een tips. Ja, ik vind dat wel heel mooi ook om te horen, hè, ook vanuit jou, dat het eigenlijk veel trial and error is. Het is gewoon een grijs gebied, hè, zoals we in het begin aangaven. Ja. Ja. Maar het was een kwestie van proberen en blijven proberen en proberen. En uiteindelijk, dan kom je tot dit soort tips. Ja, maar dat is ook een beetje... kijk, in Nederland hebben we 20.000 schilders. Ja? En 10.000 daarvan zijn ZZP. Ja? Heel veel grote bedrijven... Hè? Je hebt heel veel schilders, die hebben een pomp. Die kopen een pomp, die gaan naar de beurs en die denken... Wow, hè, die eigenaren van die bedrijven denken... Ja, maar dit zijn moneymakers. Ik moet zo'n pomp hebben. Weet je? Ja. Die zijn overtuigd, die kopen die pomp, maar die vergeten dat er niemand in het bedrijf is die zo enthousiast is als hij. Ja. En die eigenaar, die spuit niet, hè, want die doet alleen maar managen. Hè. Terwijl als een ZZP'er, dus die pomp die staat stil, maar als een ZZP'er of een klein bedrijf een pomp koopt, die gaan echt die pomp gebruiken. Want die zien inderdaad van, hé, hier kunnen we geld mee verdienen. Hè. Hier, als je het in de goede manier inzet. Ja. Hè? Ja, misschien een goed idee. Workshop op locatie. Dat vanuit Sigma een keer van nou kom maar eens op een klus kijken. En dan neem je gewoon 10 schilders mee. En dan zie je dat er echt winst te behalen valt. Nou, ik heb wel eens gehoord dat een organisatie zelfs een huis gekocht heeft. Ja. Een proefhuis waar je gewoon inderdaad kan leren spuiten. Geniaal toch? Ik vind het top. En voor mij part inderdaad, koop je oude panden op en knap je ze op die manier op. En daarna verkoop je ze nog eventjes door. Hè? Als je dan toch gewoon zegt van ja, god, ga het even een beetje zakelijker kijken. Ja. Hè?
Ja, dat doen wij ook, dit soort werk. Ja. 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 Streek van de week. Ja, nou, de streek van de week. Ik denk dat we hem laatst met jou uitgehaald hebben, toch? Oh ja? Streek van de week. Ja, we zijn toch een tijdje geleden gaan eten met het team. Ja. Was jij niet in één keer toch jarig of zo? Oh ja, ja zeker. Ja, je gaat even naar het toilet en je bent gelijk jarig natuurlijk. Maar kijk er ook niet meer van op. Dus, het was de derde keer dat jaar. Exact. Ja. We zijn laatst hebben met het Vakjaak podcast team zijn we uit eten gegaan. En een hele gezellige avond. Leuk hier in Amsterdam. Alles top geregeld. En Nout gaat op een gegeven moment naar de wc. Ja, ik denk dat Nout vandaag weer jarig is. Dus we hebben eventjes een... Klassiekertje. Het dessert, vuurwerk, alles erop en eraan. Ja, ja, gezongen. Ja, gezongen. Ik voel hem ook echt jarig. Ja, zelf ook overtuigd. Dus, ja. Nou, ja. Maar een limoncellootje van de zaak. En was prima, toch? Was prima. Ja. Dus eigenlijk helemaal geen streek. Ik vond het wel leuk. Ja, toch? Geen vaker doen. Ja. Oké, top. Hoe zat het met cadeaus, Nout? Ja, die heb ik nog niet gezien, maar ik denk dat die nog komen. Ja. Krijg in ieder geval zo'n kapje voor op het stopcontact, denk ik. Ja, ja. Een klik, klikklak. Klik, klik. Klik, 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 klik. Oké, okay. Die. Ja, ja, top. Laks buiten. Ja. Verder. Verder. Ja, waar waren we? Oh nee, we hadden het erover dat inderdaad dat veel pompen stilstaan. Hè? Ja. En dat dan andere mensen wel of niet enthousiast over zijn. Mm-hmm. Ik denk voornamelijk dat je moet het gewoon durven. Mm-hmm. En het is natuurlijk met muurverf spuiten. Hè? Als jij met een blauwe tip spuit bijvoorbeeld, ja, dan zit er 180 bar op die machine. Ja, dat is niet leuk. Hè? Je hebt een slang van 15 meter of van 7,5 meter. Er zit allemaal materiaal in. Het is een zware pomp. Als jij die trekker overhaalt, dan komt er serieus verf uit die machine. Mm-hmm. Ja, daar schrikken mensen van. Hè? Ja. Als je al met een low pressure tip, met een groene tip gaat spuiten, dus ongeveer op 80 bar muurverf, dan heb je al wel meer speling om het te leren. Maar als je lak gaat spuiten, dan kun je eigenlijk nog veel meer mee fine-tunen, vind ik. Mm-hmm. En vooral tegenwoordig met die tips, voorheen spoten met een 310 of met een 410. Maar je hebt tegenwoordig ook een 208 bijvoorbeeld. Dat is een heel kleine opening. En dat is eigenlijk ideaal om eigenlijk mee te leren spuiten. En ik weet dat Graco, die heeft nou net die nieuwe Quickshot hebben ze uitgebracht. Een heel klein, compact spuitje met een litertje. Ja. Die is eigenlijk ideaal om te leren spuiten. Ja. Vind je niet? Ja, zeker. Ja, ik pakte dat Quickshotje. Ik dacht, ja, ik heb zoveel spuiten. Ja. Ik wil 6 verschillende spuiten. Ik denk, ik heb hem niet echt nodig. Mm-hmm. Maar ik ging er even bij Sigma Alkmaar even een beetje mee oefenen. Ik denk, nou, het werkt wel echt heel super. En ik denk dat een makkelijk beginspuitje is. Kijk, wat een nadeel is, als je met een grote spuit begint met spuiten, dan heb je een lange slang, zit veel materiaal in. Je duurt heel lang voordat je zo... Dat is heel lang, maar een kwartiertje, half uurtje, als je er geoefend in bent, heb je pas die pomp schoon. Terwijl, ja, hier is maar een heel klein slangetje aan. Dus ja, je kan het heel makkelijk eventjes inzetten voor een radiator. En inderdaad met een 208 tipje. Ja, je kan 3 keer in een inwendig hoek kun je spuiten, zonder dat je een hanger creëert. Je bent eigenlijk een beetje aan het airbrushen. En dan kun je een beetje de feeling krijgen met zo'n pomp. Je weet hoe dat je hem op een gegeven moment schoon moet maken. Je weet ongeveer wat voor afstand je moet houden. Je moet op een gegeven moment die robothand creëren. Hè, dat je niet zeg maar gaat waaieren, maar dat je gewoon netjes loodrecht op het object houdt. En ik denk dat een hele goede is voor mensen die eigenlijk willen leren spuiten. Ik denk dat het gewoon echt een ZZP-pomp is. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus als je groot werk maakt en je hebt het meteen over 30, 40 deuren, mm-hmm. Ja, dan schiet het niet op. Nee. Dan moet je gewoon meer power hebben. Maar als je gewoon een ZZP'er bent, is het super. Want je kan hem verpakken voor 3 deurtjes, een onderkant van een trap. Ja, ik zou hem dan meteen aanschaffen. Ja. Ja. En het spuitkopje is elektrisch. Het pistool is elektrisch. Wat je normaal gesproken met airless hebt, is zodra je de trekker eigenlijk overhaalt, dan gaat er een naald, zeg maar, die duwt de opening dicht en maakt hem open. En zodra je de trekker loshaalt, dan schiet die naald door en dan spuugt die pistool een beetje. Mm. Maar door het elektrische pistool doet het deze eigenlijk helemaal niet. Oh, dat is ideaal. Dus het is aanraken, het is pats, pats, pats. Alles is raken. En dat vind ik echt wel tof. Dus voor de beginner, iemand... Leuk hebben ding. Ja, ja. Iemand die niet gespoten heeft, schaf zo'n ding aan. Echt, je kan... Hij is volgens mij ook niet zo duur. Hè? Hij is volgens mij €1200 of zo. Ik noem zoiets. 1300 volgens mij. Ja, maar dat heb je als goede ZZP'er. Dan hoef je niet meteen 5000 uit te geven. Maar het is in ieder geval een lekkere drempel. En daarna ga je gewoon... Ja. Hoor je enthousiast. Want dan denk je, hey, frek, nou gaan we geld verdienen. Ja. En dan koop je een grotere pomp. En dan
klap je er een hoop bioverf erin. Ja. Laksbuiten. Ja, laksbuiten. Voor heel veel mensen een dingetje. Mm-hmm. Als je vaste kozijnen hebt, dan snapt iedereen van... Mm-hmm. Daar plakken we af en je spuit recht op je object. Maar het wordt pas lastiger als er een draairaampje naar buiten open gaat. Als we te maken hebben met een kantelkiepraampje. Ja. Deurkozijnen met deuren in het werk. Hè? Dus die je niet uit kan halen. Ja. Hoe los jij dat op? Nou, deuren in het werk vind ik eigenlijk heel lekker. Want ik heb van alles gedaan. Ik heb een werkplaats met een spuiterij. Dus eerst dacht ik altijd, we halen ze eruit. Mm-hmm. We spuiten ze daar en we brengen ze terug. Nou, dat beschadigt er echt bijna altijd wel één of twee. En dat is heel irritant. Ja. Dus wij spuiten de deuren eigenlijk gewoon in de kozijnen. Dus dan tapen we gewoon ook. Ja, alles is tapen. Mm-hmm. En dan gewoon afspuiten. Ja. En als er soms een kantelkiepraampje is, wat dus lastig is, hè, dat is best wel veel plakwerk. Mm-hmm. Wat ik dan ook wel eens doe, is als ik de Nova Spray Satin pak en de Nova, Nova Satin, mm-hmm. daar zit bijna geen verschil in. Dus ook geen kleurverschil. Dus dan doe ik wel zo'n raampje schilderen. Ja. Als dat dan... Okay. En als het veel is, massa, gewoon toch tapen. Ja, misschien is het wel leuk om eens een keer een filmpje te maken. Hoe dat je dan moet doen, zeg maar. Ja. Heel veel mensen hebben daar problemen mee. Heel veel schilders met zo'n deur als die in het werk hangt, zeg maar. Ja. Dat ze hem niet uithalen. Hoe doe ik dat dan? Hè? Zonder dat ik het plafond raak of net doorheen spuit of zo. Dus misschien moeten we straks na de uitzending maar eens eventjes kijken van... God, hoe doen we dat? Ja. En dan zullen we eens kijken of dat ik een filmpje ga maken of jij. Ja. En dan doen we hem posten. Ja. En dan kun je inderdaad... Alex moet je sowieso gaan volgen, hè, op... wat is jouw Insta? Alleschilderen.nl. Volgen die jongen. En dan zie je het hoe dat moet. He? Ja, ja, ik zal wat actiever worden. Ja, dat is lastig, hè? Ja. 15 man aan de gang houden. Ja. Jij bent eigenlijk gewoon een manager van het bedrijf eigenlijk. Ja. Ik vind het ook zelf heerlijk om zelf te schilderen, hoor. Dus ik ben ook echt... hierna rijd ik nog even door naar een kantoorpand om aan de slag te gaan. Ja, zeker. Ja, daar zit er toch een beetje... Ja, 100%. Hè? Ja. Nou, En verder, hoe maak je die pomp schoon? Ja. Want we hebben nou gespoten en dan moet die pomp moet nog schoon, hè? Ja, dat is eigenlijk, daar stel je echt de vraag aan de verkeerde. Want bij ons staat er altijd verf in die pompen, omdat we ze elke dag gebruiken. Ja. Dus wij zijn van mening dat zolang de verf gewoon in dat systeem blijft zitten, we pakken hem morgen weer op. Dus ik ben een slechte schoonmaker. Ja, maar dat maakt het niet uit, hè? Want dan is het alleen maar goed, hè? Ja. Als gewoon die pomp blijft gaan. En we ook trouwens heel veel schilders vergeten, is om een muurverf pomp, een airless pomp, in te zetten met buitenwerken. Als jij gevels moet schilderen, hè, en je hangt er zo'n jetroller aan. Hè, een jetroller, dat is een muurverf, Texlans, zeg maar, met een spuitkop eronder. Dus je bent eigenlijk aan het rollen, terwijl je ook gewoon verf eronder spuit. Okay. Dus dan blijf je in de gang. Maar dat is echt, daar gaat hard, jongen. En je verbruikt ongeveer 1/3 minder materiaal, want je zet die pomp ergens in de schaduw. Je doet er een zak, doe je eromheen. Een vuilniszak, deksel knip je uit, een beetje water erbovenop. En ik koop handel meteen als ik iets zie, dan koop ik het. En het betaalt zich namelijk zo snel uit. Ja. We moesten 1500 vierkante meter buiten rollen. Ja. Allemaal 3 meter hoog. En eentje met die jetroller. En dan deed ik er wel 2 achteraan. Ja. Met een gewone roller om het na te rollen. Maar je hoeft niet te dippen. Dus bizar, hè? Meters maken. En je hoeft die zware emmer niet omhoog te tellen. Het is nog beter voor je lijf. Ja. Ja, jongen. Dus, ik vind, Nederland moet meer spuitapparatuur gebruiken. Vraag maar raak. Nou, we hebben weer wat vragen gekeken van kijkers. Waarvoor dank. Mogen ze allebei beantwoorden. De eerste vraag. Wat zijn de voordelen van een verwarmde slang voor het spuiten? Ruben, pak jij die even op? Ja? Nou, we hebben natuurlijk in het begin van de uitzending hebben het erover gehad. Als je nou zorgt dat die verf op de juiste temperatuur is. Hè? Dus zorg dat die verf op de werkplek al van tevoren staat. Dat die gewoon op kamertemperatuur is. Met een verwarmde slang zorg je er eigenlijk voor dat je materiaal altijd dezelfde warmte heeft. En
die verwarmde slang die maakt hem zelf nog iets warmer, zodat je product iets dunner wordt, waardoor je hem eigenlijk met een met minder druk kunt verspuiten. Dus dan heb je minder overspray en meer controle. En krijg je dan nog problemen met laagdikte als die dunner wordt? Ja, dan moet je inderdaad wel minder, minder dik gaan spuiten. Ja, toch? Ja, ja. Ik op dit technische gebied. Ik heb ook zo'n pomp. Ja, volgens mij is dat een SF23 van Tempspray. Ik heb hem staan. Ja. Nou, hetgene wat het wel is, voor een beginnende spuiter is een verwarmde slang is echt top. Want lakspuiten, dat doe je om de nabij 75, 70 bar. Ongeveer. Maar als je met een temspray lucht ondersteunt, dus daar wil ik nog zeggen, de verf wordt verwarmd in je slang en op je spuitkop, daar zitten dan nog een paar gaatjes en die geven op het laatst zeg maar nog een beetje lucht geven die erbij. Dus hij komt eigenlijk niet hardzat uit die slang, maar door die lucht geeft hem dit extra zetje, waardoor je kan rustiger spuiten. Ja, je spuit er maar 45 bar en dat is gewoon inkleuren. Ja. Dus als je zelf nog niet veel gespoten hebt, is dat echt ook heel lekker om mee te beginnen. Maar ja, zo'n pomp, dat kost echt serieus geld. En zo'n klein pompje, als je daar met een kleiner tipje, heb je eigenlijk een beetje hetzelfde resultaat. Ja. Oké. Okay. Nou, dan heb ik er nog eentje. We hebben het er al een beetje over gehad, maar dat luidt, welke spuit raden jullie aan? Ja. Hangt natuurlijk een beetje van de klus af, denk ik. Oké, daar hebben we het net over gehad. Dat is echt gewoon... Maar als je een machine moet kiezen die je hebt staan, wat is je voorkeur? Je hebt gewoon twee merken. Ja. Die zijn heel goed. Wagner en Graco. Ja. En ik denk dat je dat gewoon echt bij de groothandels een beetje moet vragen van wat voor werk ga ik doen? Ja. Ga ik heel veel latex, een grotere pomp? Ga ik veel lak? Maar wat we net zeiden, die SF23 vind ik wel een heel fijn pompje. Ja. Ja, dat is sowieso. En daar kun je in principe inderdaad allebei mee spuiten. Ja. Maar het is ook van hoeveel ga je hem inzetten. Hè? Kijk, je hebt bijvoorbeeld een GX21. Dat is een instapmodel van Graco. Die kost echt niet veel geld. En dan kun je echt wel... Met die Wagner of met die batterijen? Of met, bijvoorbeeld. Ja. Ja, die is ook op accu, maar ook op stroom. Accu is een handig pompje. Handig pompje, heel makkelijk snel schoon te krijgen. Het kost niet veel. Alleen het nadeel daarvan is van die hebben niet de capaciteit om heel veel te spuiten. Dus die slijten gewoon wel harder. Hè. Mm-hmm. Die draaien... Ik vergelijk het met een Fiatje 500 wat de berg op gaat. Hè. Ja. Die Fiat 500 is prima om hier in de polder, bij wijze van spreken, lekker mee rond te toeren. Maar als je ermee in de Dolomieten zit, is dat niet geen goed idee. Nee. Ja. En hetzelfde met een pomp. Ja, hoeveel ga je hem gebruiken? Ik gebruik eigenlijk het liefste een tweeslagpomp. Hè. Dus dat is een pomp die gewoon twee keer tuk-tuk doet. Hè. Die goedkopere pompjes, daar gaat het constant op neer, om die druk te krijgen. Ja. En die tweeslagpunt, die verdeelt, die zijn gewoon wat duurder, maar die hebben wat meer power. En ik vind dat zelf prettiger om mee te spuiten. Ja, maar wat we zeiden, gewoon begin met een voor de mensen die nog niet spuiten. De mensen die spuiten, daar is denk ik alleen het proces wat je kan verbeteren. Mm-hmm. En anders moet je gewoon een keer met zo'n klein pompje dan raak je geenthousiasmeerd en dan denk je, hey, gast, dan wordt het de snoepwinkel. Ja. En dan ben je verkocht. Dus eigenlijk is het de conclusie, probeer het gewoon een keer. Ja, 100%. Ja. 100%. Ja. Okay. Ook buiten, hè? Je hebt ook buitenspuiten tegenwoordig. Dat is helemaal next level, dat mensen helemaal denken, ja, maar dat gaan we echt niet aan beginnen. Nee. Maar ik heb zo'n buitenspuit van Sigma en daar kan je echt... Kijk, je moet er geen mooi prachtige herenpand mee schilderen, Hooglands. Maar er is zoveel commercieel schilderwerk waar het gewoon meters maken is. En daar ben ik ook enthousiast over. Heel enthousiast over, ja. Oké. Okay. Nou, dan heb ik er hier, ben even aan het lezen. Wanneer ik kit aanbreng op onbehandeld stukwerk, zonder tape weghalen, maar wel eerst primeren? Wie heeft die vraag gesteld? Van Dalen Schilderwerk. Nou, ik denk dat hij bedoelt van... hoe voorkom ik eigenlijk dat ik verf meetrek als ik wanden afplak? Omdat hij heeft een stukje... hoe kit ik het? Mm-hmm. Hoe strijk ik het voor? Ja, het voorstrijken hebben we het inderdaad over gehad. Volendam voorstrijken. Maar wat ook belangrijk is trouwens... met heel veel mensen die schuren de wanden met de flex... Maar die vergeten eigenlijk de hoekjes waar het om gaat. Mm-hmm. Ik ga eigenlijk het liefste nog met een deltaatje
of met een vlak schuurmachine, zeg maar door de hoeken heen. Mm-hmm. En ik stof die ook even extra af, of even met een natte doek eroverheen. Ja, met zo'n natte spons werkt echt super. Ja, maar dan zijn die hoeken stofvrij en glad. En dan trekt, en daar zitten ook krasjes in. Dus dan hecht jouw fix veel beter. Ik denk dat hij dat echt bedoelt. Ja. Dus dat je niet die of die kit er weer uittrekt, of dat je daar... Ja. Dat is echt dat met een nat sponsje en dan het fixeren, dan ben je echt... En sowieso kitten altijd na de fix. Want als die ondergrond nog poederend is, dan gaat die kit niet hechten. Dus altijd kitten na het voorstrijken. Misschien moet je dat even een keer ding. Sponsje, voorstrijk, kit, primer. Ja. Klinkt dat is een stappenplan eigenlijk. Ja. En ik heb het ook heel eerlijk hoor. Ik heb het ook alle manieren zo een keer gedaan en dat het misging. Ja. En dan ben je aan de beurt, want dan moet je het allemaal opnieuw gaan doen. Dus goede volgorde is eigenlijk heel makkelijk als je het weet. Ja. Ja. En dan kom je het weet is niet moeilijk. Nee. Dat is logisch. Ja, maar het is gewoon uitproberen. Ja. Lekker freewheelen, lekker gewoon, gewoon een beetje testen, een beetje fine-tunen. Ja. Oké, dan de volgende vraag. Die is van Jordi. En Jordi vraagt, we hebben hem net ook al een beetje behandeld, maar plafond als eerste spuiten... Of als laatste spuiten. Ik was heel benieuwd hoe jullie dat aanpakken. Ja, ik denk 9 van de 10 situaties inderdaad. Eerste wanden dan het plafond, omdat het gewoon makkelijker is met afplakken. Ik ben zelf alleen best wel allergisch voor dat witte randje. Ik vind dat zelf niet zo mooi. Als daar net 1 millimeter op de muur een wit randje zit. Ja. Dus ik zou het esthetisch zou ik het mooier vinden als je het eerste plafond doet dan de wanden. Want dan kun je inderdaad dat hoekje een millimetertje doorplakken, zodat eigenlijk het randje net op het plafond zit. En dan ziet het gewoon, als je erin kijkt, ziet het er gewoon strakker uit. Maar dan moet je al die folie op het plafond en met verwijderen, dan heb je weer de kans dat het weer in je natte verf. En dat is gewoon niet fijn. Dus ja. Krijg je wel flink schouderspieren van, denk ik. Ja. Als je het zo doet. Ja, dat is, dan wordt het wel heel zwaar. Ja. Ik denk dat je de 9 van de 10 keer, als je het gewoon plafond of eerst wanden afplakken en plafond spuiten, dat gewoon echt... Ja. Kijk, er zijn altijd bepaalde dingen. Als het geld niet uitmaakt en mensen willen hele speciale dingen, dan kan je natuurlijk doen wat je wilt. Maar normaal gesproken is dit wel de volgorde. Ja. Oké. Eens kijken of ik nog een leuke vraag erbij heb zitten. We hebben er ook al een hele hoop behandeld, zie ik. Misschien is dit wel een andere leuke vraag. Die is van Wendy. En Wendy vraagt, wat is nou de beste manier om een foto te maken van je schilderwerk? Dus als je klaar bent, je hebt de wand gespoten, plafond gespoten. Maar hoe zorg je nou dat dat ook uitkomt op zo'n foto? Vind ik een goede vraag. Ja. Een hele goede vraag, Ruben. Dit moet jij weten als influencer. Verfluencer. hoe maak je een goede foto? Ik vind wel dat je, als je iets doet, moet je het goed doen. Dus er zijn heel veel mensen inderdaad die iets posten. En denken, maar je had dan niks gepost. Ja? Dus je moet er ook wel wat ik dus vaak doe. Ja. Oh ja, ik moest nog een fotootje maken. Ja, maar dat kan het ook gewoon, dat werkt dan gewoon niet. Maar zorg dat je gewoon een goede telefoon hebt, waar je inderdaad een mooie foto mee kan maken. Gooi er een filtertje overheen, experimenteer daar een beetje mee. Maar heb je nooit gedacht bijvoorbeeld aan, als jullie binnen werken en het is winter bijvoorbeeld, dan heb je van die lampen binnen staan. Er staat nu ook een lamp vrij fel in mijn ogen te schijnen. Ja. Dat je zeg maar zo'n lamp gebruikt om een soort van strijklicht op die muur te maken bijvoorbeeld. Dus dat je wat extra materialen gaat gebruiken om dat effect te creëren op die muur. Hebben jullie dat ooit al eens geprobeerd? Nee. Of wordt het dan te zeer? Nou, kijk natuurlijk inderdaad wel zo. Het is in ieder geval ik. Ja, ik heb dan maar alles. Ik wil altijd alles perfect hebben. Dus ik heb ook wel eens ooit inderdaad gekeken naar van die standaarden waar dan zo'n ring met van licht omheen zit. Hè, wat die Nicky tutorial of zo gebruikt. Weet je, wat ze zelf kijk, aan make-uppen zijn. Ja, ik denk dat we dan een beetje te ver gaan. Oké. Denk ik. Ja? Dat is wat je wil bereiken als je echt... Ik dacht op een gegeven moment, ik ga een Instagram... laten maken door iemand en dan zal je... Maar ja, goed, ik zie dat wel vaak, hoor. Dan denk ik, jeetje, het is echt super mooi geworden. Dan maak ik een fotootje en denk ik, dat ziet er niet heel spectaculair uit. Stel eens als je naar buiten soms aan de maan bent en kijken en je gaat er dan een foto van maken. Ja. Ziet ook niet op. Wow, het was niet mooi. Ja. Of dat je in de auto zit en het regent. Dan denk ik, ik ga even een filmpje maken van hoe hard dat het regent. En dan kijk je naar de film en denk ik, dit is echt niet interessant. Nee, valt wel mee. Ja, precies. Ja, daar waren de vragen. Dat waren de vragen. Ja, ik denk dat we dan ook een...
een end aan gaan draaien, Alex? Of heb jij nog iets waarvan je zegt van nou, dit wil ik echt nog met schilderen in Nederland delen? Nee, ja, kijk, ik denk dat er heel veel met... Ja, of dat buitenspuiten zijn we niet eens aan toegekomen. Nee. Maar ik denk dat er gewoon echt heel veel mogelijk is met spuiten. Want daar heb je natuurlijk wel een heel vet project meegemaakt. Want die vlog of de filmpje heb ik gezien op de site van Sigma. Je hebt een hotel heb jij gespoten met de Spraymaster. Ja. Vertel er nog iets over. Ja, misschien voor de mensen die nu zo'n Spraymaster thuis hebben staan... en denken, ik pak hem niet. Wat een hele snelle tip nog, voordat het klaar is... Ja. Met spuiten, vind ik ook trouwens voor binnen... Ja? dat je niet, als je bijvoorbeeld een deur of een grote vlak... dat je niet van boven naar beneden spuit... maar altijd van beneden naar boven, rechts, links. En dat werkt echt. En ook met zo'n Spraymaster. Anders is zo'n Spraymaster, denk je, ja, dit werkt niet. Ja. Want het droogt zo snel. Nou, en het is ook nog eens een keer met een deur spuiten. Je ziet inderdaad online heel vaak mensen die inderdaad verticaal spuiten. Dus van beneden naar boven. En wat je dan krijgt, is elke keer als je beneden komt en je hebt die pomp op 80 bar staan, dan plof je elke keer of op je stuklopen of op de ondergrond, waardoor je eigenlijk weer rommel in je object kan spuiten. Terwijl als je horizontaal, en je moet elke keer bukken. Terwijl als je horizontaal begint, je gaat op je knieën zitten, je begint te spuiten, je hoeft maar één keer op te staan en dat is veel beter voor je rug. En dat is hetzelfde met een trappengat, muurverf spuiten. Ja, wij spuiten altijd van beneden naar boven. Klinkt onlogisch, maar dat is ook weer met dat schuurpapier verhaal. Ja. Anders gaat je wand... Precies. Heel veel mensen zeggen van... ja, maar ik vind dat wel fijn, dan hangt mijn slang hangt er niet in. Hè? Want, ja, je hebt een trap gehad, een nieuwbouwhuis. Je hebt er een grote steiger in staan. En dan, dan denken mensen... ja, maar als ik dan die steiger opklim, dan hangt elke keer mijn slang. Die hangt dan tegen mijn mijn spuitwerk aan. Maar als je dat niet doet, je begint boven te spuiten inderdaad. Die nevel die gaat op die muur zitten. En dat is echt een hoog stuk dan zo. Hè? Dus vlug 9 meter. Mm. Ja, dat werkt niet. Heb je al de muren geschuurd, dan heb je schuurpapier. Huh? Nee, dus eigenlijk met al het spuiten kom je dus eigenlijk begint beneden en eindigt boven. Ja, goed tip. Ja, ik denk dat we wel 5 podcasten vol hadden kunnen praten, Alex. Denk ik het ook wel, ja. Maar ik wil jou super bedanken voor je komst. Ja, graag gedaan. Nout, dank je wel. Ik vond het heel erg interessant. Ik heb je wel bijgeleerd vandaag. Ja, top. Jij ook. Ik ga ook proberen uitspuiten. Ja, koop even op die workshop. Je kan toch even een spuitje lenen. Ik kom op jullie workshop een keer. Ja. Nou, en ik wil de luisteraars ook weer bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je nou zelf een leuke vraag voor de Vraag me raak aan de vakjaak categorie? Stel die op onze website, vakjaakpodcast.nl. Check even onze socials, Vakjaak, op Instagram, Facebook. Je kunt ons terugluisteren op Spotify, op YouTube. Vergeet je eigenlijk niet te abonneren, want dan krijg je gewoon te horen wanneer er een nieuwe aflevering is. En laat een recensie achter, want dan komen we iets hoger in de ranking. Mag ik het publiek om hulp vragen? Ja. Nou, kijk, waar ik nog steeds wel eens tegenaan loop, is met doorbloeden van bepaalde objecten. Als ik met watergedragen verf spuit, binnen of buiten, dat ik nog niet een product heb wat goed dat afdekt, behalve een synthetische primer. Mm-hmm. Dus misschien hebben andere schilders een tip, dat het weer sneller en mooier kan. Ja, goed, ik heb die eigenlijk al. Ja, jij hebt hem al? Ja. Wauw. Ja. Nee, als je synthetisch isolerende muurverven, die zijn niet gemaakt om te spuiten. Waarom niet? Daar zitten isolerende moleculen zitten erin. En als je die verspuit, dan klap je die eigenlijk met een bepaalde druk tegen de muur aan, waardoor die verf kapot gaat. Ja. Dus dan verliest die zijn isolerende werking. Dus hij verliest eigenlijk om en nabij 30-40% van de isolerende werking als je hem verspuit. Ja. Dus heb je iets isolerends, dan rollen. Dan rollen. Dus. Jammer. Ja, ronde. Daar sluiten we mee af. Daar sluiten we mee af. Okay. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Fuck shit.